ik zit hier namens mijn vriendin, een vriendin, die een probleem heeft. Oké. En die is hier niet vanwege haar probleem. Dat is haar puber, dochter. En die ging met haar op vakantie, het hele gezin ging op vakantie, gaan een campertje op vakantie. En het probleem is dat zij dan heel erg gaan klagen, omdat ze geen wifi hebben. De kinderen, neem ik aan. Die pubers, die kinderen, ja. Die kunnen dus niet zonder hun internetje. Dit is hem? Dit is het. Ja, zij zijn uiteindelijk vervroegd naar huis moeten gaan. Want het werd een hel. Het werd een ramp. Het werd een hel. Ze hield het niet vol in hun camper. Het waren puberkinderen, zeg maar. 11, 1, 13. 13. Triest, hè? Triest. Ja. Ja, triest voor wie? Voor de kinderen was het misschien fijn dat ze eerder thuis waren, toch? Dus het begint dan met wie identificeren we ons. Wat is het probleem? Dat probleem is duidelijk. Geen prettige vakantie met kinderen in campers zonder wifi. Is het een erg probleem? Ja, het is echt wel een erg probleem. Je kan niet zeggen, de hele vakantie is eigenlijk naar de Filistijnen gegaan door de afwezigheid van de wifi. En dan, wie is dan het probleem? De vraag 3 is, ben jij het probleem? Nou, in dit geval, klinkt misschien vreemd, maar sympathiseer ik met de 2 puberende kinderen die op zoek zijn naar een wifi-netwerk. Daar heb ik grote sympathie voor. Mijn hart gaat naar deze kinderen uit. Ze staan in verbinding, ze hebben kennis, ze hebben vrienden. Alles gaat via hun telefoon of een iPad of hoe ze dat ook doen. Een wifi-netwerk. In het buitenland 3G of zo kunnen ze allemaal niet betalen. Of dat doet het waarschijnlijk gewoon helemaal niet. Dus wat je doet, dan stop je in een soort karretje, een soort autootje. Dan ga je op vakantie. En eigenlijk alles wat ze leuk vinden, wordt dan afgesneden. En dan moeten ze boeken lezen of musea bezoeken. Allemaal dingen die ouders dan bedenken. Verschrikkelijk natuurlijk. En dan is er geen wifi-netwerk. Dat is een ramp. Dat mag je niet. Dat vind ik een lichte vorm van kindermishandeling. Dat vind ik. Nee, ik vind het serieus. En dat die kinderen gaan mokken en mekkeren en op zoek gaan naar manieren om te muiten, vind ik begrijpelijk. Ja. En in dit geval is het natuurlijk wel enorm uit de klauwen gelopen. Maar ja, als je met kinderen van die we hebben het over 11 en 13 jaar, op vakantie gaat, het begint ermee dat je aan die kinderen vraagt, wat vinden jullie nou een leuke vakantie? En hoe je het zou moeten doen, is dat je gewoon van de ouders en de kinderen voor iedereen gewoon een top 3 maakt. Waar moet zo'n vakantie aan voldoen? Zwembaden, weet ik veel, lekker rondcrossen met de camper, wifi-netwerk. En dat je probeert het allemaal naar de zin te maken. En het laatste boek wat ik geschreven heb gaat over opvoeding. En 3 belangrijke dingen, cruciale dingen als het gaat om een goede harmonieuze band met je kinderen opbouwen, is dat je ze erkent. Hè, dat ze mogen voelen wat ze voelen, zijn wie ze zijn en denken wat ze denken. Dat je ze erkent, dat je hun autonomie respecteert, dat ze zoveel mogelijk zelf mogen besluiten en dat ze zich competent voelen. Dat ze het gevoel hebben dat ze vaardig zijn. En als het gaat om erkenning, in dit geval, en autonomie, ja, dan schend je als het ware dat grondrecht, omdat op het moment dat de kinderen niet gevraagd wordt, wat vind jij nou in een vakantie belangrijk? In feite zeg je dan gewoon, wij gaan op vakantie, jij gaat gewoon mee, klaar. En een gezond kind komt in verzet. En dat vind ik een heel gezond teken. Dus ik wil deze kinderen feliciteren. Ik heb het idee dat het hele volwassen, vaardige, competente, resultaatgerichte kinderen zullen worden. Dankjewel. Ja, graag gedaan.